Hoog bezoek afgelopen week bij de training in Weidewormen. Langs het veld stond daar ineens Guus Hiddink. De voormalig bondscoach vermaakte zich goed en had afgesproken met de directeur van AZ. Nou, ik heb zo nu dan wel contact met Robert Eenhoorn bijvoorbeeld. Dus dan bellen we even en dan zeg ik, nou, kom even langs, even kijken naar de training. Dat vind ik leuk. Ja. Ja. En als u dan zo naar die training aan het kijken bent, wat valt u dan op? Ja, dan ben ik jaloers. Dan zie ik de trainers lopen. Heerlijk om op zo'n lekkere, winderige ochtend weliswaar, maar om te trainen is heerlijk, ja. De laatste trainersklus voor Hiddink was 2 jaar geleden bij Chelsea. Nu volgt hij als liefhebber het voetbal nog op de voet en is onder de indruk van AZ. Ze staan al heel mooi en heel hoog. Ja, ze zijn natuurlijk ook eager om de volgende stap te maken. Om ja, permanent tussen de top te wringen. Svensson, oh, achter zijn standbeen langs op zijn hak volgens mij ook nog. Een bijzondere goal van Svensson. Dat is niet de makkelijke stap. Maar het heeft ook te maken, want reëel staan ze nu hoog. Maar dat heeft ook te maken met ja, hoe wordt de buitenwereld, hoe kijkt die daar tegenaan? Gaan die al zeggen van ze zijn nu ook al gevestigd in de top? Ja, dat is ook een item, vind ik. U heeft natuurlijk jarenlang in die top 3 gewerkt. Is dat mogelijk dat een club buiten die traditionele top 3 wel kan aansluiten binnen die top 3? Nou, als je dit jaar staan ze prima. Nou, als je dat volgend jaar weer op hetzelfde niveau of iets beter kan doen. Ja, dan krijg je vanzelf ook het stempel van nu horen ze er ook bij. Volgens mij bent u nog binnen uitgenodigd. Ik ga een kopje koffie drinken met de gast.